Er is een demonstratie, er is een opstand. Extinction Rebellion. Sommige mensen denken, hey, een beetje extreem om voor het klimaat op te komen. Voor ja, de dieren die uitsterven met geschreeuw, met getrommel en blokkeren van een weg. Maar is het niet eigenlijk heel extreem hoe onze ja, business as usual is? Is het niet eigenlijk heel extreem in wat voor wereld we leven? We hebben daar jarenlang enorm veel welvaart van gehad. Een enorm soort feestje. Feestje van rijkdom eigenlijk. Maar er zijn dingen gebeurd die ongelooflijk schadelijk zijn voor de planeet. En het is nu heel voelbaar aan het worden. De diersoorten sterven uit. En daarom is het eigenlijk heel erg normaal en heel relaxed om te zeggen, dat kan zo niet langer. Hier staan een aantal, ongeveer 1000 mensen. We doen het voor iedereen. Yes. We doen het uit liefde. Voor iedereen. Uit liefde. Precies. Voor iedereen. Precies. Gewoon een feestje hier met het Rijksmuseum. Yes. Veel leuker op straat buiten het Rijksmuseum dan in het museum. Precies. Ja. Ja. In het museum bewaren we de mooiste dingen die de mensheid heeft gemaakt. Er staan ook heel erg mooie dingen die de natuur heeft gemaakt. Nou, daar strijden we vandaag voor. En kom allemaal naar het Rijksmuseum.